Het is een spelbeeld eigenlijk wel. Veelal het balbezit voor Kozakkenboys. En GVVV wacht voorlopig af. Pires Tavares. Nou, dit is de kans voor Elazuti. Elazuti! Oh! Dit had nummer 20 kunnen zijn voor hem. Grootste kans tot dusver in de wedstrijd. Mendes Moreira. Zo, uit het niets. Goed gekiept door Jansen. Robin Mulder. De voorzet. Nou, misschien nu. Lachmoetje. Is dit 1-0? Ja, het is 1-0. Het is de Graaf. Mulder met een goede actie. Draait hier weg bij Van Nuland. De voorzet. Lachmoetje. Schot gekraakt. En daar staat hij helemaal vrij. De Graaf. Tess Gegget. Van Nuland. Mulder. In duel met Jacoba. Mulder. Mulder doet dit goed. Mulder is daar de 2-0. Nee, Abens. Met een hele belangrijke redding. Met De Jong. De Jong. Beweging bij Mulder. Lachmoetje. Lachmoetje. Is dit een penalty? Ja. Ja, goed gezien door de scheidsrechter. Want Gerrits, de scheidsrechter, ziet alles vanmiddag. Loopt er dicht in de buurt. Ja, het is een duwtje. En dat mag niet. Mulder. Mulder. En het is 2-0. Ja. Heide Slemiel. Want ik denk niet dat Kozakkenboys deze klap nog te boven komt. Maar goed, we moeten nog even. Gari. Zo. Nou. Dat is een fantastische goal. Ja, Felomina. Zijn eerste in dienst van Kozakkenboys, maar deze zit er aardig in, zeg. Wat een heerlijke goal. Felomina. En is hij de redder in nood voor Buis. En we zitten nu al echt diep in blessuretijd. Met Arends en de vrije trap. Weggewerkt door Hulsbos, opgevangen door Sonmez. Ja, vrouwen en kinderen eerst bij GVV. Mendes Moreira, ook niet meer gezien in de tweede helft. Heeft hij nog een moment? Mendes Moreira. Nu Bots. Nou, dit is een B. Nee. Dit was de kans op 2-2. Jacoba. Wat was hij dichtbij, de centrale verdediger. En nu is het afgelopen. En zo wint GVV. Na eerder Katwijk thuis te verslaan met 1-0. Nu met 2-1 van de nummer 2. Kozakkenboys.